Kijk, etenstijd. In Tilburg kan heel mooi restauranten zijn en iedereen heeft het erover. Ik had er heel veel over gehoord, het is eigenlijk een begrip in deze plaats. Ja, wordt er ook schoon gewerkt? Ik ga checken. Ik ben daarheen gegaan, ik heb me netjes voorgesteld in een hele mooie grote voorhal. Daar stond de eigenaar, meneer Cheng. Goedemorgen, meneer Geus. Ja, ik denk etenstijd Tilburg, daar hoor je iedereen over. Ik zeg, ik hoor ongelooflijk goede verhalen over etenstijd. Ja, ik wil het zelf aanschouwen. Mag dat? Ja, natuurlijk. Komt u verder? Nou, kijk, daar hou ik van, hè. Brabantse gastvrijheid. Ja, en dan neem ik eigenlijk mee naar het restaurant. En dan zie je een hele grote, mooie tempel. Een mooie entourage, joh. Ziet er gaaf uit, zeg. Mooie twee verdiepingen. Je komt beneden eten en boven, twee verdiepingen. Het is een all-you-can-eat concept, waar de drankjes ook in verwerkt zitten. Maar hij zei gelijk, mijn floormanager Peter, die kan jou veel beter rondleiden als ik. Peter ging mij eigenlijk meenemen in het bedrijf, want het bedrijf had ongelooflijk veel verschillende takken. We hebben een groot lopend buffet wat helemaal links in de hoek begint met de warme en de koude voorgerechten. En het loopt eigenlijk de hele zaak door. Verschillende plaatsen waar we frontcooking doen, dus waar de kok alle minuut verschillende gerechten klaarmaakt. Ja. Verschillende sauzen, een apart aardappelbuffet. We hebben ook een apart gedeelte voor desserts. IJs, andere toetjes, een kok die weer klaar staat om verschillende gerechten alle minuut te bereiden. Zoals crème brûlée, alle minuut het suikerlaagje branden. Hoort er ook allemaal bij. Een mooi gezicht, de kok zag er ook heel netjes uit. Persoonlijke hygiëne is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En daarna gingen we eigenlijk in de hoek om en dan kom je eigenlijk weer in een heel ander restaurant terecht. De verborgen schat. Ja, dit is een van de verschillende dinerruimtes die we hebben. Alle dinerruimtes hebben een eigen sfeer gekregen, zodat je kunt kiezen waar je kunt zitten. Elke keer een andere sfeer. Nou, toen was ik al onder indruk en toen vertelde hij me nog, joh, als je omdraait hebben we nog een serre. De serre is overdag een apart concept binnen etenstijd. Een à la carte lunchroom waar je geholpen wordt door mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking toch de kans geven om lekker mee te draaien in het gewone proces eigenlijk. Ja, dat vind ik top. Jullie hebben de verantwoording, heb ik gehoord, hè? Ja. Jullie regelen alles hier. Ja. Hey, nou reus, hè? Leuk, hè? Ja. Hij ziet er top uit. Hij had me al heel veel laten zien. Maar we hebben nog iets speciaals voor kinderen. Dit is kindertijd, ook een belangrijk onderdeel van het restaurant. Hier kunnen de kinderen zich vermaken. We hebben van alles, van jong tot oud. Dat wil ik graag even laten zien. Kom verder. Ja, en toen kwam ik in de ruimte. Man. Aan deze kant hebben we een hele grote ballenbak. Kunnen de kinderen dus lekker spelen, klimmen, alles erop en eraan. Als je zoveel kan bieden voor kinderen, eigenlijk in alle leeftijdscategorieën. We hebben onze eigen bakkerij waar de kindjes elke avond koekjes kunnen bakken. Bakken wij dan af en die kunnen ze natuurlijk weer mee naar huis nemen. Ja, en als je zag hoe het eruit zag beneden, ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Aan alles is gedacht, van A tot Z. Aan deze kant hebben we ons theater. Ook hier kunnen we elke avond weer verschillende leuke dingen voor de kinderen doen. Zoals dansjes, toneelstukjes, maar we kunnen het ook als bioscoop gebruiken. Theater, zeg jij. Dit is gewoon een paradijs. Leuk, joh. Ja. Wat een waanzinnig concept. Maar ja, ik kom natuurlijk uiteindelijk voor de keuken. Ik ben al onder indruk. En ik heb de keuken nog niet gezien. Dat is mooi. Hij zegt, wij hebben geen geheimen. Ik ga het doorzetten met de chef-kok. Nou, hier komen we in de gang. Hier doen alle leveranciers doen alles, alle goederen afleveren. En toen kwam ik eigenlijk in een hele lange sluis terecht. De groentekoelcel, een vriezer, vis en vlees, allemaal apart. Nou, ik heb veel horecabedrijven gezien in mijn carrière. Is de groente? Ja. Ja, groente en zuivel. Ja. Lekker verse aardbeidjes. Super, joh. Maar dat je zulke grote mooie koelingen voor je producten allemaal apart hebt, dat is echt een luxe. Een soort doorlopen, dan kom je hier. Goedemiddag. Goedemiddag, jongens. Goedemiddag. Kijk, alles was keurig gescheiden in deze keuken. Nou, en als je kijkt hoe de brigade erbij liep, van A tot Z gewoon helemaal verzorgd. Hoofddeksel. Ja, veiligheid boven alles, hè. Mooi hoor, hey. En netjes. Ze werken op verschillende kleuren snijplanken. Dat is weer belangrijk voor de kruipbesmetting te voorkomen. Op een gegeven moment gingen we naar het warme gedeelte. Dan ga je natuurlijk kritisch kijken of de frituurmannen schoon zijn. Mooie heldere olie. Keurig. Mooie kinderhanden. De afzuigkap was echt brandschoon. Hoe vaak maak je die schoon? De rekken gaan elke dag door de spoel en twee keer in de week worden ze helemaal schoongemaakt. Nou, koelladers, alles gecodeerd, goed afgedekt. En ideaal, hè, die hoogte van die werkbanken. Ja, zeker. Op hoogte gemaakt, arbeidstechnisch ook weer interessant. Lekker werken. Ja. Gingen we weer een deur door. Ja, en dan zag je een wasstraat staan. Nou ja, daar kan volgens mij de Mini Cooper zo in. Een mooie lange wasstraat. Super, zeg, hey. Ook daar weer van A tot Z klopt het. Ook nog registratielijsten en temperatuurlijsten die je netjes bijhoudt. Zit allemaal netjes in de map, hoort er allemaal bij. Helemaal top. Ja. Als je zo je werk goed voor elkaar hebt, dan is er maar één beloning, dus het keurmerk. Groot compliment. Goede brigade, discipline zit erin. Ze weten precies wat van hun verwacht wordt. Dat is maar één compliment waard, en dat is de keuze van Rob Geus. Ik denk dat je als kok zijnde hier trots op mag zijn dat je eigenlijk in zo'n bedrijf mag werken. Want ja. Je hebt alle faciliteiten waar elke kok van droomt. Top. Super, jongens.
Bedankt. Mooi, bedankt. Bedankt. Top. De uitstraling van dit bedrijf is top. Rob zegt altijd, als het resultaat goed is, hier word ik vrolijk van. En het resultaat is goed. En hier word ik natuurlijk ook heel erg vrolijk van.